Dat er steeds meer aanvragen komen is volgens de euthanasieconsulent van het Albert Schweitzer ziekenhuis vooral het gevolg van een groeiend bewustzijn onder de bevolking. Ik denk dat dat komt, ja, helemaal een verklaring heb ik daar niet voor, maar ik denk dat gaandeweg mensen ook meer gaan stilstaan dat het leven eindig is. En dat kan soms wel eens zijn doordat ze zelf in hun eigen omgeving situaties meemaken. Dat bijvoorbeeld jonge mensen plotseling een ernstige ziekte krijgen en komen te overlijden. Dat ze dan bij zichzelf gaan nadenken, ja, dat kan mij ook overkomen. We weten bijvoorbeeld dat rond de situatie rond Prins Friso consequenties heeft gehad voor een aantal mensen. Dat heeft gezegd van, ik wil wat geregeld hebben. Dus de media spelen hier ook een rol? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat gaandeweg het taboe, en dat hoop ik, taboe doorbroken wordt om over het einde van het leven te praten. En ik denk ook dat dat een gunstige ontwikkeling is. Omdat mensen dan ook veel meer de waarde van het leven zelf gaan beseffen. Het taboe rondom euthanasie lijkt steeds meer te vervagen. Ik denk wel dat de behoefte om daarbij stil te staan groeiende is. Zo weet ik bijvoorbeeld van, ik ben kort geleden geweest, een tentoonstelling in het Tropenmuseum in Amsterdam. En dat is onder de titel De Dood Leeft. Nou, daar wordt aangegeven hoe er met doodgaan in de verschillende culturen wordt omgegaan. En dat dat ook op dit moment weer in de aandacht is gekomen. Overigens wil dat niet zeggen als natuurlijk van, je houdt met de dood bezig. Vindt men vaak eng en roept dan de dood niet over je af. Dat denk ik van niet. Ik denk dat er heel wat mensen met gedachten over de dood bezig zijn. En juist door er eens mee bezig te zijn, kan je het ook afronden.